Welkom iedereen bij de persconferentie op vrijdag 18 oktober na afloop van Helmondsport Jong PSV. De wedstrijd eindigt vanavond in 1-1 na 0-0 ruststand. In de 61ste minuut 0-1 door Narsing en in de 90ste minuut was het Brouwers die de eindstand op 1-1 bepaalde. Geel bij Helmondsport ook voor Brouwers. Scheidsrechter Van der Graaf floot voor 3214 toeschouwers. Het woord aan de trainer van onze gasten, de heer Kalisic. Dank u wel. Nou, als ik kijk naar mijn team en als ik en dat vergelijk met het begin wanneer zijn we begonnen 3 maanden geleden, dan zie ik enorme vooruitgangen bij mijn team. Spelers beseffen langzaam maar zeker waar ze mee bezig zijn. Dat hadden ze in verre verte gewoon nog niet in gedachten, wat betaalvoetbal betekent. En dan met de gewoon 1 speler of 2 spelers gewoon van het eerste elftal zijn we gewoon een waardige gewoon Jupiler League ploeg. Wij controleren de wedstrijd vanaf de eerste tot en met de laatste minuut. Wij zijn een ploeg geweest die terecht op voorsprong is gekomen. En zijn ploeg geweest die eigenlijk die voorsprong moest uitbreiden gewoon naar 2-0. Nou, dat is niet gebeurd. Dan weet je gewoon dat het in de laatste fase gewoon een orkaan op ons zou afkomen. Intussen tijd moesten we wel die 2 jongens gaan wisselen van het eerste elftal. Manolev en Narsing. En dan moesten gewoon jongens even gewoon staan midden in het orkaan. En dat is iets wat zij gewoon in hun hele carrière nog nooit hebben meegemaakt. Ja, sommigen zijn 10 jaar in opleiding bij ons. En zulke wedstrijden hebben ze niet gespeeld. Nou, ondanks de tegendoelpunt kan ik alleen maar compliment geven aan mijn jongens. Ik zie ze gewoon week in week uit stap gaan maken. En ze dragen gewoon met trots logo van PSV. Ze beseffen ook voor welke club ze gaan spelen. En dat zie ik gewoon week in week uit gewoon uit in de wedstrijden terug. En daardoor ben ik ook trots op hun als coach. Dank u wel. Dank u wel. Dan het woord aan onze eigen trainer, Mario Verlijsdonk. Nou, ik ben in ieder geval blij dat wij die laatste de minuten in mijn ogen de verdiende gelijkmaker maken. Ik vind dat wij de eerste helft goed stonden. Ik vond dat wij de eerste helft, wij kregen de beste kans, de eerste helft, met Stanley. Wouter heeft 1 keer op moeten treden. Vervolgens hebben wij ook nog wat behoorlijk wat dreiging gehad met spelvattingen. Dus ik vond ons in de eerste helft een betere ploeg. Ik moet zeggen dat in de tweede helft PSV inderdaad iets beter werd. Van de andere kant is het verschil denk ik ook in de kwaliteit van Narsing. Op welke manier die goal maakt. En dat is dus echt topkwaliteit. Dat maakt dan het verschil. Dat is de eerste echte kans die PSV krijgt. Waarbij wij met name in de druk zetten het verkeer doen. Ja, vervolgens is het 1-0. Hun hebben momenten kunnen creëren om de tweede te maken. Wij gaan op een bepaalde manier anders spelen. Op het laatst zelfs met twee man voorin. Wat meer opportunistisch, met Bridgie erbij, die dan op dat moment misschien het overzicht heeft voor de steekpas. En ja goed, ik heb wel het gevoel gehad dat we die gelijkmaker nog gingen maken. Dus ik vind over zijn totaliteit vind ik een terechte uitslag. En met name de manier van spelen, de eerste helft, moeten we in het balbezit nog wat meer gaan doen. Maar daar kan ik over tevreden zijn. Dus compliment voor het publiek. Ik vind dat dat ze er tot aan de laatste minuut in zijn blijven geloven en ons hebben gesteund. En dat hebben we nodig. Dus wij kunnen ermee verder met deze wedstrijd. Dankjewel.